Goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het een stuk beter. Waarom ik je dat zeg? Sorry dat ik niets laat weten. Vanaf wanneer? Vanaf vorige week. Ik was zo teleurgesteld, zo down. Waarom? Ik en mijn gezin waren positief. Vanaf zaterdag. Zaterdag vorige week was ik en mijn gezin, dus mijn partner, mijn zoon en ik waren positief. Maar ik kan me niks nog steeds niet voorstellen waarom ik positief ben. Waarom? Mijn partner die had de symptomen rugpijn alleen. En mijn zoon had het zwaar opgenomen. Hij was wel voorzorg. Lichaamspijn, maar ik had niet eens symptomen. Ik was zo geschokt. Domburg had geen swaptest die weekend, zaterdag, zondag, swappen ze niet. En dan hebben we besloten hebben we gebeld en we hebben het antwoord teruggekregen dat we op Latour kunnen swappen. En dat heeft mijn partner gedaan en mijn zoon. Ze zijn eerst gegaan rond 9:30. En zo rond 10:30 belde hij me op en hij zei van dat positief is. Hij en mijn zoon was ik even geschrokken. Ik dacht van oké. En daarna rond 2:30 vertrok ik dan met mijn schoondochter, met mijn schoonvriendin, om te gaan swappen. En mijn schoondochter die had wel symptomen, rugpijn en hoesten en nog meer had ze drie dingen. En zij is juist negatief en ik ben positief. Dus ik had niet eens lichaamspijn, ik had niet eens hoofdpijn. Ik had niet eens rugpijn. Ik had niets. En ik was in shock. Ik zou bijna die mensen beschuldigen alsof mijn test is geswitcht. Want we waren samen geweest en ik had die stukken bij me. En ik had samen ingediend en aan mijn naam ging op zo. En ik dacht van, ik heb niet die zuster geen mistake gemaakt om die test te ruilen. Ik heb het maar zo gelaten. Ik ben positief, klaar, punt uit. En ik heb mijn huis gebeld en hij was ook, mijn partner was ook geschrokken. We hebben besloten om mijn kleindochter en mijn kleinzoon en vriendin van mijn zoon dan bij haar ouders te sturen. En we moesten in quarantaine voor mijn zoon en ik moesten 7 dagen in quarantaine. En mijn man moest 10 dagen in quarantaine van het werken. Maar van de dokter, van de huisdokter van mij, is het 7 dagen quarantaine en misschien ook 7 dagen quarantaine, omdat hij daar is ingezet. Maar goed, we maken het nu goed. We hebben een medicijn, Osodresi, gebruikt. Laat me het even voor je nemen. Ja, we hebben Osodresi gebruikt en dit kost 105 van SRI. Het is net als een kip. Je moet het in warm water laten winken en het is 1 lepel op 1 liter om lang en lucht wegen. Ja, het is, ik ga even in de description zetten waar jullie het kunnen kopen. Er zijn adressen aangegeven waar jullie het thee kunnen kopen. Ja, we maken het echt goed. Ja? Ik ging juist stressen in de quarantaine dagen. Ik dacht van, what's wrong? Zomaar uit het niets ben ik positief getest. Ik had niet eens symptomen. We hebben ons goed verzorgd. Dus ik heb mijn partner laten stomen, mijn zoon laten stomen. Mijn medicijn niet geholpen. En constant paracetamol mensen. Dus ja. Oké, waarover ik het wil hebben vandaag. Mijn eerste vlog na mijn quarantaine. Ik het hebben over replica's van gestassen
en originele gestatie. Zo, ik heb ze zelf gekocht. Ik ervaar het zelf en ik wil het delen met jullie. Zo, ik heb hier een originele backpack van G by Guess. Ik kan nog steeds niet overhalen waarom G by Guess en Guess. G by Guess en Guess. En Guess. Guess. Dat body bag en G by Guess. Rugtas. Iemand had me al uitgelegd dat G by Guess een soort minder kwaliteit is dan Guess. Hou me ten goede hoor. Als ik het niet goed heb begrepen, kunnen jullie me ook verbeteren in de comment. Zo, dit was mijn eerste. Een van mijn eerste Guess tassen. Wat ik zo pittig heb gekocht. Hoor. Want ik wilde graag een guesttas hebben. Ik wilde aanvoelen hoe het is en zo. En ik heb hem gekocht. Dit heb ik gekocht bij Kalin's Fashion and Gift Shop. Zij haalt ook een spullen uit Miami. Want haar zus is daar. En zij stuurt spullen, passagieren naar Suriname om ze te verkopen. En ik was een van de gelukkige personen die dit had gezien. En ik heb het al. Dit is de derde jaar dat ik het al heb. Ja, derde jaar. En ik moet zeggen, het is heel erg een sleutel. We hangen gewoon niet erbij. Hoor. Dit is, zeg ik zelf eens. Echt een ruime kaas. En ook een ruime kaas. Zo veel vakjes. Heel erg. Dus dit was één. De eerste luxury bag. Die ik boven de 500 SRB heb gekocht. Dus dit was 650 SRB. Maar mensen, als je de prijzen nu ziet. Het is gewoon hard verschillend. Ik ben blij dat ik het al eerder heb gekocht en dat ik het al heb. Dit was mijn eerste guesttas, die bij guesttas, zeltas. Ja, heel erg handig voor mensen als ik een uitstapje ga en zo. En de kleur zijn ook mooi. Dus ja. En dit is mijn cross body bag. Dit is mijn tweede guess. Die was G by Guess en dit is Guess-tas. Deze heb ik ook gekocht bij Kalin's Fashion and Gift Shop. Kijk maar. Ik heb hem ook lang. Ook al 3 jaar. Kijk maar. Dit is de Chanel. En dit kostte in de tijd 550 SLI. Ja, 3 jaar geleden. Dus ik geniet echt ervan. Ik geniet echt ervan. Zo, hier heb ik ook een guesttas. Maar ik heb hem niet laten halen. Ik heb het niet in een originele guesttas winkel gekocht. Ik heb hem bij Amazon gekocht aan de Lalarhoekweg. Dit is, men zegt dat het daar neppen of replica's van guests zijn. Maar guys, dit is even lang. 3 jaar heb ik hem ook al. 3 jaar heb ik dit. Zeggen dat het nep is. Ik heb hem gekocht, met dames. Ik heb hem gekocht. Wat voelt lekker. Het voelt origineel aan. Waarom ik dat zeg? De afwerking van de originele binnen vond ik leeg. Vond ik echt leeg. Nu dat het niet goed is, ik ben trots op mijn tamagestassen. Maar die neppen
die replica's is mooi binnen afgewerkt met gas afwerking. Binnen ook. Gas afwerking. Echt mooi afgewerkt. Bij Amazon heb ik dit gekocht aan de Lala Rouge. Ik vind het zo, zo cool hoe ze binnen hebben afgewerkt voor een replica guess, als men dat zegt. Want ik heb de eigenares van Amazon zelf gevraagd of ze replica zijn. En zij zegt nee, ze haalt het zelf uit Amerika. Dus nou, ik heb hem geprobeerd. En ik ga niet van deze kleine kruisbouw. En dit kostte 3 jaar geleden 275. Ja, en dit is ook een replica van Guess. Net dus een nepsoort. Ook bij Amazon gekocht aan de Europa. Oké, de afwerking vind ik helemaal prima, leuk zo plasticachtig, maar ik heb hem geen steen dat ik heb gekocht, mensen. Ook, nee, dit is 2 jaar geleden. Mijn Valentijnsdag heb ik dit gehad van het water. Ik heb het gewoon genomen. En de afwerking binnen lijkt echt op origineel. Ja, en ik ga niet ervan, mensen. Ik heb hem al 2 jaar lang. Dus, dit is de derde destas. Dat ik bij Amazon heb gekocht aan de landbouw. Ik ben er niet klaar. Dit kostte in de tijd 375. Mijn partner vond het al duur. Ik dacht van, ik wil niet weten wat die originele kost. En hier heb ik ook een shoulder bag. Yes, het was een setje op mijn jaardag. 2 jaar geleden, op mijn jaardag, heb ik dit gepakt. Een grote shoulder bag. Yes, erop. Dit is een folder. Hier kan ik. Hey, ik kan zelf mijn band dat hier alles in gaat hier in mijn tas. En dit was erin, die andere shoulder. Ik vond het gewoon prachtig. En buying. En dit kostte in de tijd iets van 425 SRB. Dus 3 tassen. 1 gestassen voor 425 SRB. Ja, en de afwerking van deze binnen is ook mooi afgewerkt. Zo mooi met guess afwerking. Ja. Mag niet meer voor. Ik ga niet echt van die passen. Het is niet eens vervuild of verlept of wat. Nee. Ik ga niet echt. Veel. Echt prachtig. Voor 3 tassen. 425. 2 jaar geleden. Op mijn jaardag. Ik ga niet echt. En mijn mabe deja. Mijn mabe kappen. Deze is een van mijn lievelingen geworden. Dit heb ik pas gekocht. Dat heb ik ook aangegeven toen ik de unboxen. En ik ga niet open van dit. Is hier een vrije tas, kijk maar. Het is een originele guest bag. Ik heb hem voor $95 gekocht. En ik ben zeer tevreden aan die. Maar de afwerking binnen zelf vind ik saai. Gewoon zwart. Met hun leren. Ja, maar ja. Na lange tijd heb ik weer een originele tas gekocht. Dus ik geniet ervan. Want als je $95 moet omrekenen in SRB, is het veel mensen voor een tas. Gewoon. Ja.
Ja, maar ik heb mezelf een verwend ermee. Ik kan niet als bodybag dragen, want hij gewoon zo dragen, dus maakt niet uit. Dus ik heb gewezen welke origineel is en welke replica zijn van Amazon. Ik zeg Amazon, ik koop alleen maar neppe dingen, maar ik koop zo mensen. Ik geniet echt ervan. Oh, dit is geen gestas, maar het is een Tommy Hilfiger cross body bag. Ik hou op zichzelf niet van Tommy Hilfiger. Waarom? Ik vind hun model een beetje saai. Dus dit was me opgevallen. Dit was de enige tot nu toe dat me is opgevallen. Die ik graag wil hebben. Dit is een mooie cross body bag. Het is niet saai. Ja, nou, het heeft gouden en details ertussen. Een gouden detail hier. Vind ik het prima. En het is een vrij ruime tas. Achterin handvat. Hier aan de zijkanten. Ja. Hier ook. Yep. En de afwerking is... Kijk hier, van jouw vinger binnen. En ja, dit is wel origineel. Dit heb ik in de tijd ook voor 500 zoveel, ja, 525 nog gekocht. Italian Special Infection. Ik geniet ervan, guys. Ja, en de laatste luxury bag. Ik heb niet echt van dit merk gehoord. Maar sinds ik naar Royusa, Fashion. Royusa Clothing and More ben gegaan. En de... Nu Charles Dorf, hè. En het geluid van die karakter. Deze tas kostte $65. En ik geniet echt ervan. Binnen is zo ruim. Echt ruim. Voor zo'n crossbody bag heb ik twee vakken die ik kan delen. Ja, ik heb geen spijt ervan. Deze tas kostte $65. Ja, en ik ben zo obsessed met deze gouden detail. Ik vind hem zo crossbody bag. Ik vind hem zo mooi. Heel erg mooi. De kleuren zo apart. Kaki kleur. Bruin, lichtbruin zo. Dus Oké, genoeg even van mijn tassen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video na lange tijd. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie een comment doen. Als jullie willen weten waar ik mijn tassen koop, kunnen jullie ook een comment doen. Ik ben een tassenhunter. Ik ga winkel in winkel uit om tassen te... Niet te kopen, niet elke keer kopen. Dus I'm hunted. Ik ben eye candies. Dus ik ga winkel in winkel uit om tassen te kijken. Hoe ze allemaal eruit zien. Van binnen, van buiten. En wat ze allemaal kosten. En ik kijk ook naar de kwaliteit. Dus het maakt niet uit of het duur is of goedkoop. Ik kijk naar de kwaliteit. En guys, thank you for watching. Ik doe moeite om deze week nog een video te maken voor jullie. En ja, tot de volgende video, guys. Bye!